So let's say I got a taste of something called Super Saiyan God, and now I've learned to tap into that power. Hallo mensen, ik heb een nieuwe video op mijn kanaal. We zijn terug, is weer terug met een nieuwe Star Wars aflevering. We zitten midden in de cutscene, dus ik hoop dat jullie enjoy van deze video. De vorige video dus check het zeker uit op mijn kanaal. En nu gaan wij een nieuwe cut. We hebben net een nieuwe cutscene gehad. We gaan een nieuwe missie doen. Misschien met een gevecht, wie weet. Ik ben het ook niet zeker of er een gevecht komt. Oh, wat is dit? Ze heeft het boek. Oh. Daijoubu desu ka, ojo-san? Anata wa? Kimi wo mamoru Naito, Sanji to moushimasu. Sugu ni katazuke masu, go anshin wo. Ora! Ja, achi wa Sanji ni makasete. Ore tachi mo iku ka! Ik ga even deze dingen weg doen. Oh, het wordt dus weer een vecht, jongens. Het wordt een fight. Oké, dus, dat boek dat jullie zagen, dat was het boek dat wij nodig hebben om al de slechte ventjes tegen te gaan. Omdat die slechte ventjes zijn eigenlijk geïnfecteerd door een Umbra's Cube. Dat is zo'n speciale glow cube dat iemand die goed is, slecht kan maken en dergelijke. Dus dat is wel goed. Oké. Blockbreaker. Let's go. We hebben weer gold geearned. Let's go, boys. Let's go. Oké, dus sowieso zijn er ook leaks in de patch update geweest van Jump Force. Dus wat gaan ze doen? Wat gaan ze veranderen? Sowieso de loading screens. Zoals jullie kunnen zien. De loading screens worden veranderd. Er worden sowieso ook DLC-characters meegegeven. Er zijn veel oordelen die denken dat Seto Kaiba en Luffy erin komen. Maar nu, verder. Hi, wat? Oh? We fall back. Fall back, boys. Fall back. Sowieso heb ik ook nog een video van ik en een Engelsman, of een Amerikaan, die tegen elkaar vechten. Die had mij random toegevoegd op Jump Force, op mijn PlayStation zelf. Via Jump Force, hij stuurde mij een bericht van nice character dat je hebt en dergelijke. Dus, en zo hebben wij beginnen spelen tegen elkaar, nu verder. Als characters hier staan. こいつなんか持ってるぞ。これは何だよ。びっくりするんだろう。すまない。だがこの本は。おいおい、どうしたんだ。まさかベノムズの指揮官が持ってた黒い本だって言うんじゃねえよな。え、そうなのか。
いや、まだわからん。だが念のためだ。調べた方がいいだろう。わかったよ。このレディーが目覚めたら教えてくれ。OK。俺がとっておきの料理で元気づけてやるからよ。サンジ、俺にも食わせろ。わかった、待ってろ。OK。Sorry dat er af en toe het opnemen van gameplay is hervat omdat je de geblokkeerde scène hebt verlaten. Soms zegt hij dat gewoon omdat je soms gewoon op de share knop kunt duwen en opnemen of via de PlayStation zelf. Ja, nu doe ik dat niet, maar dat weet mijn PlayStation niet. Oké, dus we zitten terug. In de gewone mission. We hebben waarschijnlijk gewone missies nu die we kunnen doen. Maar ik denk dat we eerst even een shopje gaan leggen. Ik denk dat we eerst even zullen shoppen voor nieuwe outfits. Misschien upgrades doen. Misschien. Want we hebben redelijk veel coins, denk ik nu. Dat is ook iets belangrijker in de game. Is je coins. Dus je kunt het eigenlijk zien van boven. Dus ik heb er nu 14.000. G-top, koop is wel een nieuw ofzo. Een nieuw in de game. Natuurlijk, je kunt spijtig genoeg geen preview zien van iets dat je koopt, spijtig genoeg. Dus je kunt wel zeggen van ik ga het aandoen, maar ja, je kunt niet echt zien ja, wat je... Wacht, maar ik vind wel die Dragon Ball Z coats vind ik wel nice. Maar je hebt ook voor het items, maar de items weet ik nog niet echt goed hoe ik het moet gebruiken. Ik denk dat we voor de G-top gaan. We hebben nog altijd genoeg. We hebben nog altijd genoeg voor andere dingen. Oké, we hebben terug missions, dat klopt. We gaan even naar de customization van de avatars. Logisch, dat is een van de leukere opties in de games, dat je kunt avatars veranderen. Natuurlijk, niet te vergeten mensen, niet te vergeten, binnenkort, binnen 3 dagen, 3 uur, hebben we het ziekste. Eerlijk, volgens mij een van de ziekere games is Anthem. Het is een open world, Destiny, Avatar-achtige omgeving. Het is wel nice. Oké, nu gaan we even naar de top. En deze... Oeh. Oké, die is wel cool. We gaan niets doen. Special. Oké, dat kunnen we niet doen. Kunnen we wel eventueel een langere broek. Ah ja. Natuurlijk, dan doen we dat zwart. Wel weg. En dan doen we eventueel Yugi hair. En dat is wel nice. We hebben precies een Dragon Ball Z character. Dus sowieso gaan we wel nog een match in de broek of zo. De andere zijn is al fucked. Met dat kleur. Sowieso. Dus zoals jullie zien. Uit de vorige video ga je het ook wel zien. Er zijn veel loading screens. Veel loading screens. En die customization van de avatars. Vind ik ook wel iets dat redelijk compact is. Dus daarvoor moet je geen loading screen hebben. Maar ja, het zijn er veel die dan zeggen van jawel. Want dan heb je full potential, gelijk nu ook, now loading. Like, dat pakt veel minder snelheid in de game. Wat dat misschien wel, ja, misschien ook wel slim gezien is natuurlijk. Maar aan de andere kant, vind ik het ook maar niks. Dit is het verschil tussen G-bottom 1. En die wordt natuurlijk. Het is net hetzelfde. En het kost ook net hetzelfde. Oké, dan hebben we nog even. Vooral de handen.
Kunnen we handen wel iets nice? Misschien een bandje of zo? Nee. Ik wil een bracelet, golden bracelet. Let's go, oké. Nee, natuurlijk ga je even van onze fiets. Let's go. Oké, nu gaan we even nog een keer customization. Sorry jongens. Sorry, het gaat wel een ietsje langere video zijn. Niet 10 minuten, meestal 20 minuten, een kwartier zoiets. Nu is het even nog een beetje avatar creation en dergelijke. Maar dat vind ik wel cool. Je kunt echt wel je eigen ding doen in deze game. Wil je echt een fucked up ventje maken? Dat is echt van wauw, ik wil er van praten en dan kun je dat doen. Ja, nice, kijk, dit is wat ik wil. De handy bracelet of the day. Ja, ik vind dat wel iets hebben, maar. Behalve de bracelet, voor de schoenen. Misschien vind ik die wel iets special aan, misschien de accessory. Maar nee, het probleem is dat zwart kan niet zien met de cape. Want voilà. Ja, we zijn lid, we zijn lid. Oké, nu gaan we gewoon. Wat gaan we doen? Ik denk eraan om eventueel een key mission te doen. Dus, dus je hebt free missions, je hebt tutorial missions en je hebt key missions. Ik denk dat ik misschien nog een ander type heb. Key missions, ja, key, een sleutel, de sleutelmissies. Dus dat zijn eigenlijk de missies die echt belangrijk zijn. Het zijn echt de oog. Jong man, het ventje is aan, nice. Oké, yo. Key missions. Kijk, dus je hebt free missions, extra missions en key missions. We gaan gewoon in. Ja, Paris. We gaan Paris kiezen. Omdat Paris is dicht van. Ja, dicht van ons. Zal het wel zijn. Dus sowieso gaan we met ons ventje. We gaan full Dragon Ball Z Squad. We gaan Ace Gaming. We gaan Vegeta. We gaan Goku. Sowieso kun je ook Super Saiyan gaan. Dus kun je een enorme boost krijgen. Overal met Goku. Super Saiyan Goku. Ik ga een stukje erbij steken van Super Saiyan Goku. Boom. So let's say I got a taste of something called Super Saiyan God, and now I've learned to tap into that power. Dan daarna ga ik een stukje steken van Super Saiyan Vegeta. Boom. En nu jongens, nu gaan wij. Potje spelen, de key missions, sorry voor mijn Engels boys, sorry voor mijn Engels. Oh, wat is dat, fight? Hi, oeh. Yo, ons ventje wel. Oh, break it, yes, let's go. Okay, I like the gun. Okay, I know how to switch him. One eh? Oof. Wanna switch. Oh yo. No way. Ouch. Damn. Whoa. Super Saiyan. Oh, ze heeft zijn damage gepakt. Lekker gedaan, hè? Oh, yo. Let's go, Goku. You can do this. You can calm it down. It's a new Kamehameha. You know, switching my own from Jordan, please. Oh,
ze dan. Lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Hup, lekker, hup. Nee, ze doet dat nooit. Nee, nee, nee. Als je dit... Hup. Oh, let's go. Let's go, ze had haar ult volledig gemist. Volledig. Haar ult was volledig gemist. Volledig. Oké, en again. We're loading. Now loading. We're loading. Now loading. We're loading. Now loading. We're loading. We're loading. We're loading. We're loading. We're loading. That's my phone. Oh, ik hoor, er zit sowieso een terug in de pregame lobby. Je hoort dan aan het geluidje. Lekker, en we hebben weer geld verdiend. Dan gaan we met de small pot. Oké, ik moet er wel nog iets aan doen. Moet je zien, ik even los door die pot gaan. Dat is de deur. Oké, mensen. Zoals de vorige keer op het einde van deze video staan we voor de cube en doen we een puntje. En doen we een dansje. Bedankt mensen voor het kijken naar deze video. Please like, subscribe op mijn kanaal. Subscribe ook op mijn vrienden kanaal Sisters Pact met een 3 in de naam. Dus je hebt Sisters Pact. Sisters is met een 1, die E is een 3. Ze zitten nu aan de 140 abonnees. Ik ben zeker dat ze 200 abonnees kunnen halen. Dus please like en subscribe op hun. Like en subscribe op mijn kanaal. See you guys later.